Rode JC won van de laatste 6 wedstrijden maar 1 keer. Dat was toevallig de laatste thuiswedstrijd ook tegen de Graafschap. Nu komt de ploeg in het Mintgroen VVV op bezoek en die krijgen meteen een hele grote kans via Daan Huisman. VVV wat beter in vorm de laatste weken. Het won vorige week uit bij NAC in Breda en VVV komt ook op voorsprong hier. De vroege kopbal, de rake kopbal is van Sven Braken. Het is alweer zijn 6e van het seizoen. Prima start dus voor de ploeg van Rick Kruis. Aangesneden corner is op maat van Johansson. En de kopbal is ook knap van Sven Braken. En zo scoort VVV een keer uit een hoekschop. Daar waar ze al 5 tegentreffers incasseerden, zelf vanuit een hoekschop. Aan de andere kant is dit Limbombe. De bal wordt weggekopt. Kees de Boer glijdt weg naar de aanname. En dan kan Nick Vossenbelt uithalen. En is dit nog een noodzakelijke redding van Ennio van der Gouw. VVV mist voorlopig nog de eerste doelman, Lucas Sima. Maar altijd in de beginfase van de wedstrijd. Als Roda opnieuw de aanval zoekt met Limbombe. Staat knap voorbij zijn man. Vossenbelt, het gaat naar de buitenkant. Dylan Vente, Vente, mooi voorzetje van Vente. En de gelijkmaker, het is Romano Postema die scoort. Mooi uitgespeelde aanval van de ploeg van deze Jurgen Streppel. Die de wedstrijd tegen VVV geen derby wenste te noemen. Het zijn toch wel degelijk twee provinciegenoten natuurlijk hier tegenover elkaar. En dat kan zo af en toe ook wat extra druk meebrengen natuurlijk. Veel fans ook vanuit Venlo meegereisd. En dik 9000 toeschouwers hier in het Parkstad Limburg Stadion. Die zien deze overtreding. En dat is een flinke van Teun Bijleveld. Hij krijgt er ook geel van scheidsrechter Nachtegaal. Het is nog vroeg in de wedstrijd, maar het is toch wel noodzakelijk om de emoties onder controle te houden. Hier kun je inderdaad geel voor geven. Bijleveld verspeelt de bal en wil dat corrigeren. Roda zoekt vaak de lange bal. En heeft ook snelheid met Limbombe. En natuurlijk nog wat andere mannen voorin, zoals deze Bijleveld. Bijleveld schiet zelf. Daar waar misschien een voorzet ook wel op zijn plaats was geweest. Hoekschop voor VVV. En dan met links, bijna de tweede van Sven Braken. Krijgt die bal zomaar uit de kluts weer voor zijn voet. Sinds 1962 heeft VVV hier 24 keer gespeeld en maar 1 keer gewonnen. En dat was in december 2017, toen het 1-0 werd. Nu is het halverwege 1-1. In de tweede helft. Een rustig eerste kwartier, maar daarna gaat het alsnog weer helemaal los in Kerkrade met hier het schot van afstand. Die bal kan gepakt worden door Moritz Nicolas, die Rodi de Boer uit het doel heeft verdrongen. Dan de hoekschop van Roda en wat een volley zeg. Wie anders dan Dylan Vente, hij scoort de 2-1. De topscorer van de keukenkampioendivisie met een beauty. Ja, denk niet na, haalt in 1 keer uit en wat een wereldgoal zeg. Roda heeft dus nu de 1-0 achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong. Daar gaat Limbombe. Limbombe, de 16 in, gaat onderuit. En dan is Nachtegaal resoluut. Hij geeft een strafschop. De dader, Robert Klaassen, kan het niet geloven. Oudspeler van Roda trouwens. Die nu dus de overtreding maakt namens VVV. Achter de bal, wie anders dan Dylan Vente. En hij scoort de 3-1. Daar zit nog wel een handje aan hoor van der Gouw. Maar het is toch nummer 10 van Dylan Vente. En dit is teamwork, want hij bedankt Limbombe. De man die misschien wel op weg was naar dat doelpunt, maar onderuit werd gehaald. Roda gaat scoren. Net op het moment dat het publiek een beetje begon te morren daar in Limburg. Vente, Vente. Wat een bal zegt Vente naar Limbombe. Nou, de 4-1. Brian Limbombe, de kleine Belg met de kopbal. Heerlijke voorzet van Dylan Vente. En Rode JC lijkt los. Het leidt met 4-1. In de slotfase dan VVV nog een keer. Met hier de voorzet. En Mitchell van Rooyen met een kopbal. En een goede redding van Nicolas. De hoekschop dan nog.
Hij gaat ook niet echt richting het doel. Tristan Dekker daar nog aan. Maar dan is het afgelopen. Rode SC wint terecht. En dit verdient dus met 4-1 van VVV. Streppel pakt 3 punten.